Het CDA is een landelijke en een plaatselijke partij. Daarom hebben we regelmatig contact met de plaatselijke afdelingen wanneer er zaken spelen die wij landelijk moeten oplossen. In Dinkeland is dat bijvoorbeeld de gaswinning van de NAM, maar is dat ook het behoud van kleine scholen. Toen de vorige regering vond dat die hun toeslag moesten kwijtraken, waardoor velen zouden sluiten, zijn we vanuit Dinkeland in actie gekomen en heeft dat geleid tot moties en aanpassingen in de Tweede Kamer, waardoor die kleine scholen open kunnen blijven. Dat is ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid van kleine kernen. Juist daarom CDA. Daarom CDA.